Dit hele avontuur begint eigenlijk op 4 oktober 2011. Dat was de dag waarop ik alles wat ik kende achter me liet en op een vliegtuig stapte naar Guatemala. Het was een experiment. Ik wilde kijken wat gebeurt er nou als ik alle controles loslaat en niet alles plan en ruimte laat voor synchroniciteit. Wat ik op dat moment nog niet wist, was dat het experiment veel langer zou duren dan de 2,5 jaar die ik in het buitenland was. Want blijkbaar is het zo dat wanneer je de illusie van controle over je leven loslaat, je het niet meer terugkrijgt. Mijn pad leidde terug naar Nederland in 2014, halverwege het jaar, op het moment dat de werkloosheid enorm hoog was. En hoewel we in Nederland gezegend zijn met een prachtig sociaal voorzieningsstelsel waar we dankbaar voor mogen zijn, kwam ik erachter dat het niet geldt voor de teruggekeerde reiziger. Ik viel precies tussen de mazen van het hele stelsel door. En kon eigenlijk niets anders dan terugvallen op hulp van familie. Na een half jaar woonde ik nog steeds bij mijn ouders in, had ik nog geen werk gevonden. Hoewel ik heel veel gesolliciteerd heb, van alles probeerde om mijn leven een beetje op de rails te krijgen, lukte het niet en voelde ik tegelijkertijd ook weerstand daartegen. Ik had het gevoel dat ik niet eerlijk tegen mezelf was. Ik was niet meer dezelfde persoon en ik paste niet meer in dat plaatje. Ik vond het heel eng om niets te hebben. Niets materieels, maar ook niets hebben om mee te kunnen identificeren en absoluut niet weten wat de dag voor morgen zal brengen. Dat was heel confronterend. Het duurde eventjes, maar uiteindelijk realiseerde ik me dat ik juist in de perfecte positie was om een authentieker leven te creëren. Ik droomde ervan om gewoon ergens simpel, op een simpele plek te wonen, dicht bij de natuur. Om mijn eigen uren te kunnen maken, iets doen waar ik echt passie voor heb. En zo min mogelijk afhankelijk te zijn van geld. Het enige wat ik te besteden had, was heel veel tijd en energie. Dus bedacht ik me, ik kan gewoon mijn eigen woon- en werkplek bouwen. En wat er vanaf dat moment gebeurde, is eigenlijk heel bijzonder en ontroert me nog steeds. Waar alle sollicitaties doodliepen, was er gelijk beweging in dit idee. Ik had het bericht op Facebook gezet en nog geen uur later hadden drie mensen de Helle Boris genoemd in Engelbert, vlakbij de stad waar ik graag wilde wonen. Het duurde eventjes voordat ik de moed had verzameld om contact met hun op te nemen, maar uiteindelijk had ik het gedaan en een afspraak gemaakt. En langsgekomen en mijn vage verhaal gedaan, want het was nog helemaal niet concreet over dat ik een yurt wilde bouwen en wilde gebruiken voor workshops. En uiteindelijk vroeg ik Mienke, de eigenaar, dit is wat ik wil, wat vinden jullie daar nou eigenlijk van? Toen pakte ze het plan erbij en voor de gemeente en liet ze zien dat zij en Cas, haar man, eigenlijk vanaf het begin al bedacht hadden dat ze een yurt op het terrein willen voor workshops en dat de tijd eigenlijk aangebroken was voor iemand om dat te gaan bouwen. Ja, toen wist ik het. De Helle Boris is gestoeld op de principes van permacultuur en Casper en Nienke, de eigenaren, en ik delen dezelfde ideeën en dezelfde waarden rondom overvloed, samenwerken. Het businessmodel wat we afgesproken hebben is een mooi voorbeeld daarvan. Het is op basis van profit share. Wat betekent dat ik geen vaste lasten heb in de zin van dat ik huur moet betalen. In plaats daarvan draag ik een percentage af van alle inkomsten die ik krijg voor het gebruik van de faciliteiten. Intussen woon ik hier ook. Bijna volgens hetzelfde idee. Ik betaal geen huur, maar in plaats daarvan werk ik voor mijn kosten inwoning. En zo is het cirkeltje rond. Ik ben echt overweldigd door de overvloed die ik heb mogen ontvangen sinds ik
zomaar in het wilde weg wat op Facebook plaatste. En ik ben er ontzettend dankbaar voor. Het is eigenlijk de weg die ik 4 jaar geleden ben ingeslagen. Ik had nooit verwacht dat het zo lang door zou lopen. Waarschijnlijk kom ik er nou ook nooit meer vanaf. Ik heb heel erg opgezien tegen deze crowdfunding. Ik heb het heel lang uitgesteld. Maar ik ben een yurt aan het bouwen. Ik heb een bedrag nodig om een goed doek en een aantal andere dingen te kunnen kopen. En ik nodig je uit om met me mee te doen.